Here we go! Geweldig! Jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Vandaag ben ik weer super enthousiast, want het is vandaag juni. En juni is de maand van de Silph Arena Regionals. En het thema voor deze maand is... Dan ga ik even mijn scherm met jullie delen als ik mijn muis kan vinden. Daar is mijn muis. Daar ben ik. En daar zijn jullie. Hartstikke tof. Het thema van deze maand is de Venture Cup. Nou, best een gave cup, maar ook een hele lastige. Want Alexander, die zei het al in de Community Day vlog van Gibble. Je weet niet wat je moet kiezen. Daar komt het simpelweg op neer. Want ja, je bent gebonden aan een aantal regels. En dat is altijd lastig. Nou, we gaan even snel doorheen. Dit zijn de regels van de Venture Cup. 20 punten heb je om te verdelen. En dan voel je hem misschien nog een klein beetje aankomen. Maar wacht nog even. Dark types, fairy types en staal types zijn verboden. Die mag je niet kiezen. Chansey ook niet. Al heb ik geen flauw idee waarom. Maar nou, dat zal wel. En Metas. Nee, Chansey is gewoon vervelend. Metas ook niet. Metas ook niet. Dat is ook belangrijk. Nou, dan voel je hem uiteraard al aankomen. Elke Pokémon heeft zo zijn punten. Nou, en dat is natuurlijk lastig, want ja, ze zijn natuurlijk niet voor niets geclassificeerd voor een aantal punten. Hypno is natuurlijk niet voor niets 10 punten waard, omdat hij geroet is. Datzelfde geldt voor Lickitung, Altaria, Frostless, Cresselia, etc. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor andere Pokémon. Dewdrom, Lapras, Snorlax, 6 punten. Daar kan je natuurlijk verschillende strategieën voor gebruiken. Ja, je kan zeggen, ik kies één Pokémon van 10 punten en dan de rest, of eentje misschien, ja, eentje van 4 en de rest van 1. Ik kies 2 van 6 punten en dan de rest van 1 als het goed is. Ja, dat kan ook nog. Of gewoon iets heel anders. Je zoekt maar lekker zelf uit wat je doet. Het is gewoon lastig. Daar komt het op neer. Nou, ik zal jullie even heel snel doorlopen hoe ik dit heb gedaan. Wat heb ik gedaan? Ik ben naar de PvPoke website gegaan. Heb daar op de Silph Venture Cup rankings geklikt. En heb een beetje globaal gekeken welke Pokémon nou ja, hoog staan. Voor natuurlijk weinig punten. Mew en Hypno. Nee, Hypno niet, sorry. Deoxys Defense. Excuses. Die vielen me op. Nou, vervolgens hebben die twee in een dinners getypt. In een teambuilder van PvPoke. Dan kan je op Rate Team klikken. En dan zie je een beetje waar je team... Welke Pokémon je team covert. Dat staat hier, zie je hier zo staan. En waar je Pokémon zwak tegen zijn. Nou, dan zie je al dat Deoxys en Mew, die zijn allebei zwak tegen Alolan Marowak. Nou, Whiscash ook, Dusclops, etc. Nou, dan kan je een beetje gaan puzzelen. Dat kan je dan hier invullen. Op dat moment was het Gengar, Hunter en Lickitung waar ik moeite mee had. Dus dat heb ik gedaan. En toen ben ik weer teruggegaan naar deze. En ben ik zo langzaam aan mijn team gaan bouwen. Toen ben ik bij Munchlax gekomen. Snowy Testform, Primeape en Golbat. Tada, dat is mijn team. Het heeft een score van 585. Onder de 500 of 500 precies, dan heb je eigenlijk een perfect team op theoriebasis. Want dat is natuurlijk het volgende punt. Vanuit hier moet je eigenlijk gaan oefenen met je team en gaan kijken van oké, met welk Pokémon heb ik nog moeite? Waar zitten nog gaatjes in mijn team, etc. Nou, dat doe ik niet. Dus dit moet je eigenlijk zien, hè, gewoon als basis. Je moet hier ook niet al te veel tijd aan besteden. Je moet hier ook niet uren over gaan lopen klooien van hey, hier heb ik nog een gaatje, daar heb ik nog een gaatje, etc. Je hebt altijd een gat, dat weet ik wel zeker. Hier hebben we het Pokémon. Dan gaan we ons team natuurlijk bouwen. Dat is niet hier zo. Dat is hier ergens. Bij Party is dat. Ik maak gewoon een nieuwe aan. Nou, maak er wel gewoon een nieuwe aan. De Venture Cup. Cup ga ik niet zetten, want dat past niet. Dan hebben we dus een Deoxys. Deoxys. Dat is niet de speedform of wat dan ook. Want anders gaan we helemaal niks. Een Mew. Die moet nog even aanpassen. Want ik moet een andere aanval hebben. Dus dat doen we zo meteen. Dan hebben we een Munchlax. Die hebben we wel al. Snorlax kan ook, maar ik ben van Munchlax gegaan. Iets meer bulk. Een Crossform Snowy. Crossform. Nou, laat maar eens. Ik ga niet te veel typen, want dit is ook niks. Even kijken. Die is 79. Die is niet 79. Gaan we voor deze. Dat wordt dan een, qua PvP IV de beste die ik heb. Een Primeape. Die ga ik misschien ijspunts geven. Moet nog even kijken. En een Golbat. Geen Shadow. Die heb ik volgens mij ook niet. Een Shadow goede Golbat. Dus het wordt een normale... deze. Nou, top. Dan wordt dus mijn team. Nou, dan moet ik wel even eerst een Pokestop spinnen, want die kunnen altijd goed gebruiken natuurlijk, wat extra ballen. Mew, daarvoor wil je Shadow Claw, Wild Charge en Dragon Claw. Nou, dat heeft hij momenteel nog niet. Mew en een moveset die hij nog niet heeft. Precies, je voelt hem wel aankomen. Timelapse. Dus die gaan we even TM'en. Altijd lachen.
Thunderbolt Flamethrower. Hoe kom ik daar nou weer aan? Oké. Okay. Nou, ik weet niet waar ik dat nou heb, maar oké. Okay. Wild Charge en Dragon Claw. Nou, daar gaan we lekker termen. Dat kan of uren duren of je hebt een zo. Stone Edge. Nou, dat is hem niet. Ik ga even kijken hoe lang gaan we dit aankijken. Want het is wel even lastig. Nou, het is gelukt. Ik vind het ook nog best wel knap, want ongeveer 40 TM's voor twee moves, hè? Dus 20 per move. Nou, ja, we konden er gelukkig vanaf van die TM's, dus wat dat betreft ja, ben ik er niet zo zuur over. En je kan natuurlijk ook wel verwachten als je een Mew gaat power-uppen dat je veel TM's kwijt bent, maar ongeveer 40 TM's. Nou, dan hebben we gelukkig wel een Mew met de juiste moveset. Dat moet even veranderen natuurlijk. Wild Charge en Dragon Claw. Dus dat is één. zijn dan maar naar honden. Even kijken, wat is de volgende van het team? Munchley, heb ik dan Castform Snowy. Castform. Even kijken, die gaan we power-uppen. En een nieuwe aanval geven. Hij kan tot met 1496. En ja, de kans dat je deze ook überhaupt in het wild tegenkomt, dat vind ik ook wel zo... oh jeetje. Oké. Okay. Apart. Wist niet dat die eens HL zou worden, joh. Nou ja, leuk. We hebben in ieder geval een HL Castform. En een nieuwe aanval. Jeetje, mina, ik wist niet dat het zo duur zou worden, zeg. Godzie, mutti. Goh. Nou ja, het zal wel. Powder Snow, Weatherball en Blizzard. Ja, dat is voor mij de enige moves die ik kan hebben, dus dat is mooi. Dat gaan we ook meteen in. Powder Snow, Weatherball en Blizzard. En dan was het 79 PvP procent is dat. Als het 98% PvP of hoger is, dan pas ga ik hem een nummertje geven. Dat is voor mij makkelijk te onthouden. Dus nou, dat is mijn tweede Pokémon. En dan heb ik zo alle drie trouwens. Kijk hier zo, grappig. 1, 2 en 3. Nou. Tof om te zien. Leuk als je daar nog eens een team mee moet maken. Een Primeape. Ja, gaan we die inderdaad dinges geven of niet? Want ik vind niet zo close combat. Ik vind hem ook niet zo dat je het vaak afkrijgt, close combat. Maar, Even kijken, wat zegt Pichipok? Even snel spieken. Primeape. Ja, hij zegt wel close combat. Maar wat heb je daar eigenlijk aan? Dat vraag ik me nou eigenlijk af. Want je hebt toch sowieso al... Ja, nou, ik hou hem wel gewoon. Maar ik vind Ice Punch ook een interessante. Dus, dan is mijn team als volgt. Je hebt het net natuurlijk al gezien, maar nu ook gepowered up. Dan moet ik wel weer naar de goede gaan, want dat is blijkbaar lastig voor Seuren. Dit is hem. Dit wordt mijn Sylph Regionals team. Ja. Kan misschien nog veranderen als ik nog toch nog blijf, of toch nog wil gaan trainen. Deoxys, Mew, Munchlax, Castform Snowy, Primeape en Golbat. Nou, dan ben ik natuurlijk... Ja, klaar met de video. Maar dan wil ik die vragen. Dan ben ik natuurlijk benieuwd naar welke Pokémon jij wil gaan gebruiken. Of welke Pokémon je gaat gebruiken. En of je ook meedoet met de Regionals. Ik weet dat Venture Cup is sowieso een volgens mij onderwerp in de groep H en etc. Dus daar kan je voor mij sowieso mee meedoen. Maar de Regionals zelf, daar moet je echt zo'n uitnodiging hebben gehad. Dus ik ben benieuwd of je meedoet. Lijkt me hartstikke tof om te horen beneden in de comments. Er is mij nog één te doen. Jullie natuurlijk super danken voor het kijken en voor jullie hadden gescoord. Wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.